Opnieuw Zeeuwse winst bij alternatieve Elfstedentocht. Het is woensdag 27 januari. Dit is Zeeland Nu. Niels Messu volgt broer Erwin op. 1000 ponder de lucht in. En 50 vaten met chemische troep gevonden. Dag dames en heren. Opnieuw een Zeeuw die de alternatieve Elfstedentocht wint. Niels Messu uit Middelburg was vandaag de sterkste over de 200 kilometer op de Wijzenzee in Oostenrijk. Vorig jaar zijn broer, nu hij. Een bijzondere prestatie. Het moet vandaag gebeuren voor Niels Messu. Hij wil vandaag heel graag winnen. De alternatieve Elfstedentocht die vorig jaar nog door hem gewonnen werd. Zijn broer Erwin Messu. Maar dit moet de dag worden van Niels Messu. Uit Zeeland krijgen we een Zeeuws feestje. Dat is de grote vraag bij deze alternatieve Elfstedentocht. Natuurlijk, in Nederland geen ijs en daarom hier een alternatieve wedstrijd over 200 kilometer. Schitterende omstandigheden, schitterende beelden ook. Dit is de Wijzenzee, 9,1 kilometer. En dat 22 rondes lang, dan kom je in totaal op 200 kilometer schaatsen. Ga er maar aan staan. De wedstrijd begint relatief rustig. Tuurlijk, er is een kopgroepje weg geweest, maar het peloton blijft prima bij elkaar. En uiterst links zien we Niels Messu. Hij heeft het gezegd, vandaag wordt mijn dag. En kijk, daar gaat hij. Met nog 80 kilometer te gaan is hij weg. Niels Messu ontsnapt uit het peloton en hij weet, dit is mijn moment. Niels Messu krijgt een aantal mensen mee. Hij zit hier vooraan en links zie je al de eerste kopman wegvallen. Dat is Jovink en dan blijven er twee over bij Niels Messu. Bart Mol, vorig jaar in de top 3. En Jordi Haring, een oud skielergenootje van Niels Messu. Dat is de kopgroep van vandaag. In het peloton dan nog vier andere Zeeuwen. Erwin Messu, natuurlijk de winnaar van vorig jaar. Hij speelt vandaag niet echt een grote rol. Maar ook nog drie beloftes. Jurek Seizou, Laurent Jansen en ook nog Rico van Damme uit Ierseke. Veel Zeeuwse aanmoedigingen, maar de belangrijkste voor de broers Messu is natuurlijk moeder Els. Ja, Niels, jongen, kom op, hè. Goedkeurig. Ja, moeder Messu, zijn we trots. Zij zit helemaal vooraan, hè. Ja, het is wel een beetje spannend eigenlijk, want vorig jaar hebben we ook zoiets meegemaakt. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dus ja, het is echt heel spannend of dit rit. De wedstrijd blijft eigenlijk heel lang hetzelfde. We hebben drie man vooraan en bij het ingaan van de laatste ronde komt er wel wat concurrentie. Er zitten een paar mensen achter, maar deze drie gaan het uitmaken en dan gebeurt het. Het gebeurt echt. Niels Messu rijdt op het eind weg en dan zijn dit prachtige beelden. Messu uit de stal van Tjol. Wat een winnaar, dames en heren. Een schitterende winnaar die de finale naar zich toe heeft getrokken. Daar komt hij, daar komt hij. Niels Messu. Het is echt waar. In 5 uur, 35 minuten en 51 seconden is hij dus de winnaar van de alternatieve Elfstedentocht. Vorig jaar Erwin Messu en nu Niels Messu. En de ontlading is groot. Dit is toch niet te geloven? Nee, het is niet te geloven, niet te geloven. Niels Messu, van harte gefeliciteerd. Het is je gelukt. Ja, eindelijk. Eindelijk. En ik ging met 80 kilometer ging ik weg. Toen, ja, een beetje zo'n op zijn zoetermelk reed ik weg, denk ik. Gewoon met de handjes op de rug gewoon door blijven rijden in de verzorgingspost. En toen kwam ik door de start-finish. Ik dacht, shit, nog 8 rondes of 9 rondes. Dat is dus dat is bijna 80 kilometer. En dan dit. Moeder Els die zoon Erwin omhelst. Vorig jaar dus Erwin en nu Niels. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Dat is gewoon onbeschrijfelijk. En had je dat ooit verwacht toen jullie jaren geleden al voor de eerste keer op de Wijzenzee kwamen? Nee, nooit van zijn leven. Echt nooit van zijn leven dat we dat hadden verwacht. En vorig jaar stond een keer en dan dacht ik, dit kan toch niet waar zijn. Dit overkomt je één keer en dat gebeurt je nooit meer. En nu sta je er weer en ik had zoiets van, dit is een déjà vu of zo. Maar nee, het is gewoon echt. Ja. Ja, we hebben nu allebei die 200 gewonnen. Dat maakt het plaatje wel helemaal compleet natuurlijk. Ja, dit betekent mijn eerste grote natuurreisoverwinning. En dan gelijk de 200 kilometer. Dat ja, schitterend. Het is een doorbraak hè, waar je een beetje op hoopte. Ja, ik zei het gisteren natuurlijk, of eergisteren al tegen jou. Ik zei, ik wacht eigenlijk nog een beetje op die doorbraak inderdaad. Ik rijd wel heel de tijd goed in, van voor mee. Ja, constant een goed seizoen gedraaid. En dan eindelijk een keer die uitschieter. Hè. Heerlijk. De vliegtuigbom van 1000 pond bij Breskens is geruimd en dat had heel wat voeten in de aarde. Zo moesten er 1400 panden ontruimd worden. Bij de plek waar de bom werd gevonden, vakantiepark Zeebad, is verslaggever Niels Schubiers. Ja, Niels, hoe is het allemaal gegaan vandaag?
Ja, ik denk dat de betrokken partijen kunnen terugkijken op een geslaagde dag. De bom is ongeveer volgens planning rond 3 uur vanmiddag gesprongen. Daarna was er nog wat onderzoek of het allemaal goed was gegaan, of het veilig is verlopen. Maar alles is hier zonder kleerscheuren afgerond, dus een geslaagde dag. Ja, en er moesten heel wat mensen hun huis uit. Hoe vonden ze dat? Ja, daar moesten heel wat mensen inderdaad hun huis uit. 1400 panden, je zei het al. Maar daar zaten ook mensen bij die het al eerder hadden meegemaakt. Want hier in dit gebied zijn de laatste jaren vaker bommen gevonden. Ja, en voor deze veteranen is dan een bomruiming meer of minder eigenlijk helemaal niet meer zo spannend. 110 mensen uit het ontruimde gebied maakten gebruik van de opvanglocatie van de gemeente. Voor velen van hen is het niet de eerste keer dat ze geëvacueerd zijn voor een bomruiming. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, vrij goed. Beter georganiseerd dan 2 jaar terug. Dat was een beetje paniekerig allemaal. Maar nou, we zijn van tevoren allemaal de sleutels ingenomen. Dus we konden met alle rust gewoon vertrekken. Hoe ziet de rest van de dag er voor u uit? Blijft u heel de dag hier met andere geëvacueerden? Nee, ik ben wel oud, maar dat doen we niet hoor. Nee, we hebben schatten van buren. En die hebben ons ook meegenomen in de gemakkelijkere auto's dan wij hebben. En dan gaan we ons kat zand, gaan we wat bekijken. En dan gaan we ergens koffie drinken. En dan komen we hier weer een hapje eten en dan hopen we dan weer naar huis mogen. Maakt u zich nou ook zorgen over wat er misschien nog in de grond ligt? Ja, eigenlijk wel. Want als je die oude filmen ziet, dan zie je het echt regenen van bommen. Dus er zullen er nog wel meer liggen, hè? Het gebied rond Breskens heeft inmiddels al heel wat ervaring opgedaan met bomruimingen. Zo werden er in september 2013 2 grote bommen gevonden, niet ver van de plek van vandaag. En werd er in mei 2014 een zeemijn tot ontploffing gebracht voor de kust van Breskens. Een ervaren gemeente dus. Ja, maar je moet nooit verslappen. De aandacht moet altijd blijven, want het blijft een gevaarlijke taak. Je moet zorgen dat het veilig gebeurt. Dus wij zijn weliswaar routineus bezig, maar we hebben altijd oog voor de veiligheid. De bom die is gevonden is een niet gesprongen Amerikaanse vliegtuigbom van 1000 pond. Om die veilig tot ontploffing te laten komen, werden er 1400 panden ontruimd. Volk, politie! Daarvoor werden gisteren al een hoop vakantiewoningen door de politie verzegeld en moest de gemeente van alle panden een sleutel hebben. Alles om straks een veilige ontploffing te hebben. Een Amerikaanse 1000-ponder, dat klinkt als geen kleine jongen. Nee, het is wel een van de grotere bommen. Dat klopt. Is het dan ook een bijzonderder project voor de EOD? Nou, de ruimmethode komt overeen met ook kleinere bommen. Alleen de stralen, de veiligheidsstralen, die worden groter. Maar voor de persoon die bij de bom zit, maakt het niet uit of die nou een 250-ponder of een 1000-ponder heeft. Missie geslaagd? De missie is geslaagd en afgerond wat dat betreft. Want u weet ook al dat het allemaal veilig is verlopen, alles is tot ontploffing gebracht? Nou, de plek is gecontroleerd en aan de scherven hebben ze kunnen zien dat de ontploffing zo gegaan is zoals die had moeten zijn. Dus alles is nu weg wat explosieve stof betreft. Nou, het was niet de eerste bom die onder uw bewind is ontmanteld, het zal ook niet de laatste zijn. Op naar de volgende. Nou ja, het vergt een heleboel inspanning van de gemeente, dus liever niet meteen. En eigenlijk ook alleen maar als het echt nodig is. Maar ja, goed, als het zo is, dan is het zo. We hebben laten zien dat we het goed kunnen en dat is ook wat waard. Dus dat is zeker waar. En het blijft mooi, hè, zo'n klap? Ik ben blij dat hij voorbij is en dat hij goed gelukt is. Ja, Niels, en nu? Alles weer normaal? Iedereen weer naar huis? Ja, zo langzamerhand is iedereen weer naar huis. Om 3:30 werd het gebied vrijgegeven en toen mochten mensen mondjesmaat hun sleutels op komen halen en terug naar huis. En zal het hier dus allemaal weer teruggekeerd naar normaal. Een bom minder in de grond hier bij Breskens. Dankjewel, Niels. Op 3 verschillende plekken op Tholen zijn vanmiddag vaten met chemicaliën gevonden. In de 50 vaten zit waarschijnlijk drugsafval. Ze lagen in een polder bij Sint-Philipsland en op 2 plekken in de buurt van Poortvliet. Aan de Sluisweg is de inhoud vermoedelijk in het water terechtgekomen. Om verspreiding te voorkomen zijn dammetjes aangelegd. Ook net over de provinciegrens in Feyenaard werden van dit soort vaten gevonden. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch krijgt de Four Freedoms Award voor vrijwaring van vrees. 21 april worden de prijzen uitgereikt in Middelburg. Human Rights Watch krijgt de award omdat schending en misbruik van mensenrechten worden vastgelegd en aan de kaak gesteld op een professionele manier. Eerder was al bekend dat bondskanselier Angela Merkel de overkoepelende award krijgt. De winnaars van de andere prijzen vindt u op omroepzeeland.nl. In het sorteercentrum van de kledingbank in Middelburg zijn vandaag de laatste dozen ingepakt voor de vluchtelingen in Duinkerke en Calais.
Er is vooral behoefte aan slaapzakken, dekens en uiteraard kleding om warm te blijven. Ze hebben geen winterjassen. Ze hebben geen broeken. Ze hebben geen schoenen. Nou, en wij wel. Vandaar dat we dat dan gaan geven. Morgen worden de spullen naar het vluchtelingenkamp in Duinkerken gebracht. Daar verblijven duizenden mensen. Omroep Zeeland gaat mee en zendt morgenavond een reportage uit. Ze scheuren de kazerne uit. De sirene maakt een gillend geluid. Tetu, tetu. Een echte brandweerman die voorleest, dat maakt indruk. Net als een ambulancechauffeur. De kinderen hangen aan zijn lippen. Veel Zeeuwse scholen deden vanmorgen mee met het nationale voorleesontbijt. Zo ook hier op de Tweemaster Chameleon in Oost-Soeburg. Kon de brandweerman een beetje voorlezen? Ja. Hoe deed hij het? Goed. En het verhaal, waar ging dat nou over? Ja. Over dat olifantje wat nu op Peter's bed bleef liggen. Leuk verhaal. Ja. Het is de bedoeling dat het voorleesontbijt ouders stimuleert om meer voor te lezen. Het gebied rondom de buitenhaven in Vlissingen moet een boost krijgen met de komst van de marinierskazerne. De gemeente Vlissingen heeft grootse plannen. Er moet een heel nieuw bedrijventerrein komen, Soeburg 2. En de infrastructuur wordt grondig aangepakt. Kortom, plannen genoeg, maar dan mag de bouw van de kazerne niet te veel vertraging oplopen. De buitenhaven in Vlissingen ligt er wat verweest bij. Vroeger vertrok hier de Olau-lijn, maar die stopte in 1994. Oké, er wordt soms een cross gehouden, maar echt bedrijvig is het er niet. De mariniers moeten hier verandering in brengen. Hun kazerneterrein, 4 op het kaartje, moet een magneet worden voor bijvoorbeeld bedrijventerrein Soeburg 2. 2 op het kaartje. Ook havenbedrijf Zeeland Seaports heeft al gesproken met geïnteresseerde bedrijven. Nu maar hopen dat die belangstelling blijft. Ook als de bouw van de marinierskazerne vertraging oploopt. En bij mij in de studio verslaggever Mars van de Kranen. Ja, mooie plannen. Gaan we er ook al snel iets van zien? Ja, de infrastructuur in dat gebied wordt aangepast. Ten noorden en ten westen van dat buitenhavengebied. De Marie Curie-weg die daar loopt, die wordt verlengd. En er komt een zogeheten ovatonde. Nou, wat is dat nou? Dat is een rotonde die ovaal is. Op papier ziet het er allemaal prachtig uit. Het moet natuurlijk nog wel worden uitgevoerd. Maar het dient allemaal om dat hele gebied te ontsluiten voor bedrijven die daar komen. En natuurlijk ook voor die marinierskazerne die daar komt. Ja, maar hoe zit dat dan financieel? Want Vlissingen is een artikel 12 gemeente. Die staat onder toezicht van het Rijk. Ja, het hele project kost 20 miljoen. Nu is het wel zo dat het Rijk daarvoor een groot gedeelte aan mee betaalt. De provincie betaalt er aan mee. Vlissingen zelf zit daar voor 2,8 miljoen in. Maar goed, ze zien daar echt grote kansen. Ook voor werkgelegenheid, voor bedrijvigheid en alles. Dus ze denken dat het waard is. Maar zijn er genoeg geïnteresseerde bedrijven? Nou, ik ben daar rondgeleid door wethouder Albert Vader. En het is een immens gebied, sowieso dat hele gebied waar die marinierskazerne komt. En ik stelde me ook die vraag. En dus aan die kant en aan deze kant is eigenlijk het gebied waar het over gaat. Dus echt helemaal zo rond. Alles klopt, is, ja. En dan ook echt tot die bomenrij. Tot die bomenrij zo. Maar wij vinden natuurlijk wel dat een Zeeuws consortium daar een belangrijke rol in zou kunnen spelen. En wat kun je daar dan doen als gemeente Vlissingen? Want ja, dat wordt in Den Haag bepaald. Ik neem aan dat het ministerie van Defensie gewoon ook kijkt naar prijs-kwaliteitsverhouding. Nou, aanbestedingsprocedures zijn echt een heel formeel traject. Daar mag je eigenlijk niet tussen zitten. Dus dat kun je als gemeente niet beïnvloeden, want dat zou zelfs strafbaar zijn. Dus dat moet je echt niet willen. Maar het is wel zo dat we natuurlijk vinden dat Zeeuwse bedrijven daar een rol in moeten spelen. Dus we roepen eigenlijk een Zeeuws consortium wel op om uiteraard in te schrijven bij die aanbestedingsprocedure. We zijn nu eigenlijk op het bedrijventerrein Soeburg 2. Al zou je het nog niet zeggen natuurlijk. Soeburg 2? Soeburg 2, bedrijventerrein Soeburg 2. Dat moet hier ontwikkeld worden. En is daar genoeg belangstelling voor bedrijven om hier te gaan zitten? Ja, er vinden gesprekken plaats. Maar de bedrijven zijn natuurlijk ook nog even afwachtend. Want die zeggen dat, ja, dat die marinierskazerne er eenmaal is. En als we ontwikkelingen zien, soms zie je dat dat een soort domino-effect teweeg moet brengen. Dat mensen nog, ik zou bijna willen zeggen, even op elkaar wachten. Ja, dus misschien moeten we nog 3 jaar geduld hebben totdat die er daadwerkelijk staat. En dan krijg je hier een echte ontwikkeling. Uiteindelijk hebben we hier de ruimte voor bijna 8 hectare bedrijfsterrein. Uitgeefbaar, netto uitgeefbaar terrein. En dat is best veel. En zeehaven gebonden, ook nog 4 hectare door Zeeland Seaports. Dus uiteindelijk heb je als economische toekomst hier, heb je heel veel ruimte en heel veel mogelijkheden. Ja, maar je was wel drijfnat. Ja, nou ja, goede feun doet wonderen, zeg maar. Begrijp ik het nou goed dat er nu al vertraging is opgelopen? Ja, er is nu al vertraging opgelopen. 2019, dat was eigenlijk het streefjaar.
Maar minister Hennis die heeft al gezegd, joh, we lopen in ieder geval een jaar vertraging op. En ja, als je dat gebied ziet en wat er moet ontwikkeld worden, wordt het misschien nog wel meer. Ja, dat heeft te maken met de aanbesteding. Defensie wil die aanbesteding gunnen aan één partij. Dus bouw, financiering, exploitatie, dat moet één partij worden. Ja, en dat maakt het gewoon heel ingewikkeld en langlopend. Wordt vervolgd. Dankjewel. Een bijna herfstachtige dag was het, met regen en wind. Aan zee waaide een harde zuidwestenwind, goed voor surfers kennelijk. Koud was het niet, 11 of 12 graden. Morgen schijnt de zon en waait het minder hard. De temperatuur ligt iets lager. De dagen erna weer flink wat wind en regen. En dat was Zeeland Nu. Het is woensdag, dus tijd voor de Zeeuwse Top 40. Graag tot morgen, een fijne avond.